dinsdag 23 augustus. Zeker. 23 augustus, het is 2 uur ongeveer. En we zijn pas 1,5 uur aan het fietsen. We hebben vannacht geslapen. Wacht even. Een motor voorbij laten gaan. We hebben vannacht geslapen op een camping in Condrieu. En na Lyon zijn de Saône en de Rhône eigenlijk, of in Lyon kwamen de Saône en de Rhône samen. En sindsdien fietsen wij langs het dal van de Rhône via de Via Rhône. En daar zijn we gisteren aangekomen in Condrieu op een hele fijne camping eigenlijk. Waar ze een klein zwembad hadden, dat was wel leuk. En waar ze een speciaal plekje hadden voor fietsers. Een apart grasveldje voor fietsers waar ook picknickbankjes stonden. En dat is wel fijn, want wij hebben natuurlijk zelf geen tafel of stoeltjes bij ons. Dus als een camping daar dan in voorziet in die faciliteit, is dat wel fijn. Dus wij hebben vanochtend op ons gemakje ontbeten. Even een vrachtwagentje langs laten komen. We zitten op een terrasje te pauzeren. We hebben vanochtend op ons gemak ontbeten. Ik heb nog gewerkt. Ik heb nog een beetje workout gedaan, gesport. Richard heeft ook nog zijn oefeningen gedaan met de foamroller. Richard heeft nog gezwommen zelfs in het zwembad. Nog wat baantjes getrokken. Ik heb ben er alleen even ingesprongen om als bij wijze van douche, zal ik maar zeggen. En toen hebben we nog geluncht en daarna zijn we pas vertrokken. Dus wel niet zo heel slim op het heetst van de dag, want het is vandaag wel weer een hele hete dag. Maar we maken ook niet zoveel kilometer vandaag, dus dat is wel relaxed. 55 maar. En omdat we dus weer door het dal van die Rhône fietsen, hoeven we ook vrijwel niet te stijgen. Dus erg mooi. Je merkt ook dat het landschap is veranderd in de zin van dat er nu dat je nu... Wij fietsen dus op dit moment nog steeds vlak, alhoewel we net op de brug een bordje zagen staan van welkom in de Ardèche. En dat is toch wel wat heuvelachtiger. Maar tot nu toe is het vlak. Maar je ziet op de achtergrond zie je wel al de bergen. Het is erg mooi uitzicht. Wat wilde ik nog vertellen? Oh ja, ik wilde iets vertellen over... vanochtend waren we dus in een barretje. Meestal is het zo nog een beetje over ons ritme. Want ik wilde ook nog even zeggen dat waarschijnlijk lijkt het alsof ik degene ben in onze relatie die het meeste praat. Nou, dat is ook zo. Maar het is niet zo dat ik de hele dag de oren van Richard zijn kop afklet. Want we fietsen eigenlijk veelal achter elkaar. Dus je bent toch wel een beetje in je eigen wereldje. Dus nu ben ik ongeveer 2 uur stil geweest. Dus nu mag ik weer even babbelen. En ik wilde dus zeggen dat ik ben vanochtend om 6:30 opgestaan. Ik word meestal vanzelf wakker als de zon opkomt. En Richard is om 7:00 opgestaan. Nou, toen zijn we bijna direct naar een opzoek gegaan. Weer een vrachtwagen. Zijn we vrijwel direct op zoek gegaan naar een barretje. En je denkt misschien van, is er om 7:00 al wel een barretje open? Nou ja dus. Het lijkt wel, vind ik, dat hoe kleiner het dorpje is, hoe vroeger de bar ook open lijkt te gaan. Nu zitten er ook al mensen aan de alcohol 's ochtends vroeg. In ieder barretje waar we zijn is dat zo, maar er zitten ook allemaal mensen dus aan de koffie, dus zo ook wij. Richard gaat dan lekker nog op zoek naar een boulangerie voor een croissant en een pain au chocolat. En dat mag je dus gewoon in het café opeten. We vragen het wel nog iedere keer, maar zodra we zeggen van mogen we hier een croissantje eten, dan zeggen ze mais oui, bien sûr. Dus dat is echt geen enkel probleem. Dus dat is wat we iedere keer 's ochtends doen, in tegenstelling tot toen we nog in Wallonië waren en in het noorden van Frankrijk. Dan fietsten we echt door dorpjes die echt verlaten waren, waar bijna niks was. Maar hier is dat eigenlijk niet meer. Hè? Hier heb je altijd wel een bakker. Wat je veel ziet is, in ieder dorpje liggen wel 1 of meerdere boulangeries en kapperszaken. Coiffures heb je hier ook heel veel. Dus na de koffie, toen zijn we dus naar de camping gegaan. Oh nee, eerst nog even ontbijt gekocht en alvast de lunch gekocht. Omdat je toch niet zeker weet of je nog iets fatsoenlijks tegenkomt om echt lunch te halen. Maar uiteindelijk bleek dat dus niet nodig, want hadden we besloten om op de camping te lunchen. En vandaag fietsen we door tot, nou ik ben de naam eigenlijk weer vergeten. Sint-Joseph. Nee, of Saint-Jean. Saint-Jean. Saint-Jean nog iets inderdaad. En we zitten nog niet op de helft, maar we zitten dus al te pauzeren. En waarschijnlijk gaan we straks nog een keer pauzeren. En dat komt puur omdat het zo heet is vandaag. Nou, wellicht maken we straks nog wat meer opnames.
Vind jij het nog leuk om iets gezelligs te vertellen? Of iets gewoon een weetje, iets... Nou, dat we dus op de achtergrond vandaag de Alpen zagen liggen. Ja. Dus dat is... Dat ziet er wel leuk uit. Dat is een mooi uitzicht. We gaan dus inderdaad straks de Ardèche in. En ik ben erg benieuwd hoe dat zal zijn qua natuur. En hoe dat is om te fietsen. Nou, wij gaan even genieten van onze drankjes. En daarna stappen we weer op de fiets. Tot later! Onze pauze zit erop en we gaan weer verder deze brug over. Het is onze eigen San Francisco Bridge. En laat ik je even op het bordje zien dat zelfs Marseille en Montpellier al staan aangegeven. Dus zover zijn we al. En mijn oom en tante die wonen in Pézenas. Dus als mijn oom en tante dit zien, ome Pierre en tante Nancy, wij denken dat we over ongeveer 7 dagen bij jullie zullen zijn. Dus dat is ongeveer maandag over een week. Dus dat is eind augustus, 30 augustus denken we er ongeveer te zijn. Dus als jullie dan thuis zijn, dan komen we even op de koffie. Doei! Nou, daar staat de tent. We hebben 53 kilometer op de teller. Richard is al helemaal opgefrist. Ik nog absoluut niet. We zitten op een hele leuke camping. Kijk hier, wat een leuke bar. En we hebben best wel... wat ik al zei, we hebben 53 kilometer gefietst. Dat is helemaal niet zo ver, maar het was bloody hot. Ja, dus... Ongeveer op het warmste deel van de dag gefietst, van 2:30 tot 5:30. Ja. En het was echt hot. Ja. Maar wel mooi langs de... Ja, heel mooi. Bomen. Ja. En we zitten nu eigenlijk aan het begin van de Ardèche. En, het begint hier al met kloven en ik zag al gorges. Gorges. Dus kloven. Dus ik ben benieuwd. En ik zie al de hele tijd overal op de kaart een bepaald ijsje staan. Ik ga het heel even laten zien. Nu heb ik een... mijn guilty pleasure hier is dus chocomel. Ik weet niet wat ik heb. Altijd als ik op vakantie ben, moet ik chocomel. Maar ik wil heel even laten zien welk ijsje ik al de hele tijd op de kaart heb zien staan. Kijk, dit ijsje. Die... van Ben & Jerry's en dat in een cookie. En ik dacht, na de hele dag fietsen in deze zinderende hitte, mag ik van mezelf dat ijsje. En ik heb het al overal op de kaart zien staan en iedere keer dacht ik, nee. En nu dacht ik, ik heb het verdiend. En ze hebben hem niet. Dus dan heb ik nou maar een chocolat froid gevraagd. En dat is eigenlijk ook wel een heel grappig verhaal. Want de chocolat froid, kijk even, hier is die. Heb je die nou goed in beeld? Nou ja, mijn zusje weet dat wel. Vroeger dronken wij dus altijd eigenlijk dit. Dit is gewoon Nesquik. Dit is melk met Nesquik. Dat dronken wij altijd. Weet je nog, zus? En dat hebben ze hier dus bijna overal in Frankrijk. Het staat ook standaard op de kaart. Volgens mij drinken ze ook bij het ontbijt drinken ze of thee, of koffie, of chocolat chaud. Dus warme chocomel. Het is dus heel vreemd om dit te bestellen als koude chocomel. En dan zeggen ze, ja, als ik dan vraag, hebben jullie warme chocomel, koude chocomel? Zeggen ze, nee, dat hebben we niet. Dus nu vroeg ik, want nu dacht ik, ja, maar nu
Ik wil het. Nu weet ik wel hoe het werkt. Dus ik zeg maar, hebben jullie melk? Ja. En hebben jullie dan Nesquik? Ja. Maar dan heb je toch ook koude chocomel? Ja, maar ja. Thank you for your trip. Thank you. Dus eigenlijk zeggen ze van, ja, maar dat ziet er toch niet uit. Nou ja, oké. Okay. Het ziet er een beetje... Kijk hier, je hebt dus hier een beetje zo die klontertjes. Nou ja, het zal mij wat boeien. Het is hartstikke lekker. Nou, we moeten ook nog weer 4 kilometer terugfietsen. Want we willen nog eventjes een ander dorpje in. En daar is een grote supermarkt. Willen we boodschappen doen. En daarnet zagen we een bordje staan van de camping. En toen op een kruispunt was dat. Ofwel we gingen naar de supermarkt, ofwel we gingen naar de camping. Dus we gingen even overleggen wat gaan we doen. Dachten we, weet je, we gaan eerst even naar de camping. Was het toch nog best wel een eindje fietsen. Met alleen maar op en neer. Dus op een gegeven moment zegt Richard, die stopt. Die zeggen, die camping is hier toch? Dus nog heel even het volgende bochtje genomen. En toen was er inderdaad, even gevraagd ook. En toen was er inderdaad deze camping. Hartstikke leuke camping. Maar dat zei ik volgens mij al. Nu gaan we even een drankje doen. Even douchen. En dan de tent staat gelukkig al. En even op adem komen. En dan gaan we ernaar. Pas nog weer op de fiets. Ja. Dus wat gaan we eten? Gekookte kastanjes. Echt super lekker. Aanrader. En dit is dus sowieso heel makkelijk voor ons. Gestoomde linzen bijvoorbeeld. Allemaal heel makkelijk voor ons om daar iets lekkers van te maken. Maar is hier geen bioafdeling? Lijkt het wel. I just wanna feel. Hier zijn wel biodingetjes. Ja. Heb ik wel dan net daarachter gezien. Salade van avocado, bietjes, gekookte bietjes, radijsjes en comté kaas.